Hey, goedemorgen. Hey. Goedendag. Ja, dan staan we hier zo in een lift, hè. Kijk, dus een heel klein liftje hier zo. Lekker warm. Hey, we zijn hier zo voor de vlog. Dus we beginnen aan de vlog vandaag. De eerste. We gaan jullie meenemen naar een klein stukje Benidorm door. Een heel klein stukje maar. We gaan jullie meenemen naar de toeristische markt vandaag. Ik denk dat jullie het wel leuk vinden om dat eens een keer te zien. En zo pakken we iedere keer pakken we iets op om te gaan doen. Hey, ik zie jullie straks. Tot zo. Doei doei. Zo, kijk, daar lopen we dan. Met ons gezinnetje. Lekker warm, geen wolkje aan de lucht. Oh, toek, toek. Ja, geen wolkje aan de lucht, hè. Kijk, hè. De hemel, hè. Zo. Voor ons hebben we het voetbal gebeuren. Dat is voetbal. Gebald door een bekende voetballer. Ja. En voetbal van Alonso, denk ik. Ja, van Atletico Madrid, geloof ik dat was. Ja, dat zie je daar op dat bord staan. Maar dan zie je zo direct op het bord hier zo, kijk. Fundación Benidorm. Tiani en Onsora voetballen. Tiana Official. Ah, kijk. We zijn aan het voetballen. Er gaan de twee meiden die gaan voetballen. Tiani en Onsora. Die gaan er ook gaan voetballen, dus gaan we dat ook maar doen. Mooi hè. Leuk hè. Zo, dan gaan we hier zo weer recht vooruit. Kijk. Staat ook nog duur trouwens. Blijft leuk om te zien hè. Zo, daar gaan we hoor. Richting de markt, hè. Maar we zien jullie zo weer. Tot zo, hoi. Zo, om jullie even een indruk te geven van de drukte hier. Je ziet het, hè. Het is overal auto's geparkeerd. Het is echt hartstikke druk hier. Je ziet de mensen hier lopen. Dus onderweg van ons huis richting de markt. Het is vlak om de hoek eigenlijk. Dus je ziet het ook, het is hartstikke druk. Maar fijn. We zijn er bijna, we zien jullie zo weer. Hè? Zo, daar zijn we dan weer. Je ziet het hier al, hè? Begin van de markt, hè? Dat we hier komen. Ja, uiteraard prachtige gebouwen, overal heb je zwembaden. Ons huis, zie je die hoge daar? Daar wonen wij. Geweldig, hè? Uiteraard heel veel toeristen hier zo. Zoals het altijd is in Benidorm, zoals ik zeg. Het is hier 12 maanden per jaar is het hier zo mooi. Dus kijk, je loopt vanaf hier, loopt hij helemaal door tot daar. Hoezo volk? Druk hè? Oh, vallen we mee toch? Fijn. Zullen jullie het plezier doen? Gaan we hier zo, gaan we zo direct in. En uiteraard moet ik dan mensen vragen of ze goed vinden dat ik film. Dus we komen zo direct weer bij elkaar terug. Tot zo. Zo fans, hier lopen we dan over de markt. Je ziet het, we hebben echt van alles hebben ze hier zo. Lieve schatten, ze hebben hier echt tasjes, kleding. Kijk, kijk, hij die alweer gelijk, hè. Oh, zegt ze dan. Hey, mooi hè, desigual hè. Desigual is heel bijzonder hier. Allerlei gebruiksproducten, alles vinden hier in Benidorm. Geweldig om te zien. Lieve fans en vrienden. Kijk, ik kan het zo gek niet bedenken wat je hier allemaal tegenkomt. Dus ruggenkrabbetjes, alles van gezondheidsproducten. En het leukste is altijd, je hebt hier natuurlijk heel veel toeristen. En die toeristen die hebben het allemaal naar zin, ze lachen allemaal. Dus dat is ook wel heel bijzonder hè, natuurlijk, hè, dat iedereen loopt te lachen en naar zijn zin heeft. Geweldig toch? Maar we zijn hier, want jullie mogen het weten hoor, lieverds. Ik ben al een beetje ouder aan het worden en ik heb een leesbril nodig. Hij die ook tegenwoordig. Dus we zijn hier eventjes ook om een leesbrilletje te halen. Die kost hier niet zoveel. Maar ze hebben hier echt van alles. Kijk, er is ook zo'n rage hier zo van die twisters. Dat vinden ze helemaal gek. We noemen dat spinners. Kijk, geweldig hè. Sigaretten, alles kun je vinden. Caps, Adidas. Ik kan ze gek niet bedenken hier zo. Mooi hè. Heel veel leder, dat ruikt hier ook. Je ruikt lederen tassen. Je ruikt de spullen en zo. De markt die bloeit, die groeit. Iedereen geniet hier zo en is vrolijk. Dus pantoffeltjes, de winters komt eraan. Hè. Nou, die heb ik hier niet echt nodig hoor. Pantoffels, het is hier veel te warm altijd. Maar fijn, ik kom zo direct weer bij jullie terug, want er is heel veel te zien. Broeken, van alles en nog wat. En de prijzen, vijf eurotjes jongens. Vijf uurtjes voor stretchbroekjes. Het is bijna voor niks. Het is u zegt het zelf, hè? Nou, goeiedag. Hallo. Hey, hallo. Zeeuwse Ricky uit Zeeland. Oh, hey. Vertelt u eens, hoe vindt u het in Benidorm? Nou, all my perfect. Fans.
Helemaal goed. Ja? Ja hoor, prima. Helemaal geweldig, hè? Ja, en nu, de markt eten. Helemaal om geweest? Ja, bijna. Nou. Bijna. Ja. Kijk eens aan. Nou, u hoort het, hè, mensen. U ook naar uw zin, denk ik? Ja, geweldig. Ja, geweldig, hè? Ja, dit is speciaal. Ja, dit is een videofilmpje voor Nederland en voor België, dus okay. Vandaag. Nou, leuk. Hey. Super, joh. Ja. We gaan weer genieten, hè? Ja, we maken er fijne dagen van. Oké. Okay. Nee, dank u wel. Succes, hè? Dank u wel. Ja, lekker, hè? Geniet ervan. Ik ben een winterjas aan, hè? Ja, sabtia per mi. Kom, we gaan verder. Ja, je ziet het, hè. Ze willen altijd verkopen. Dank u wel. Ja, ja. Leuk, hè? Sommige mensen zien wie je bent en sommige niet. Hier, tassen, jongens. €3 Allerlei... juweltjes, 1 eurotje. Het is echt geweldig wat dat betreft. Zonnebrillen, dat is een beetje mijn ding hier zo. Kijk, zonnebrillen. Oeh, de roze. De roze. Oeh, ze hebben de roze. Maar net niet de vorm die ik wil hebben. Geweldig, jongens. Prachtig om te zien. Enfin, tot zo weer. Kijk eens, mijn favoriete hobby, jongens. Daar ben ik toch helemaal gek van. Broertje, als je meekijkt. Kijk naar die busjes, man. Die zijn echt gaaf. Ja, ik heb er al één. Jij hebt er ook al één. Maar er zijn er veel, hè? Geweldig, joh. Prachtig om te zien. Kijk, allerlei tassen. Ja. Nou, heb je dorst of heb je honger? Kun je hier ook nog terecht. Het is allemaal geweldig wat dat betreft. Ja, en wat het kost, hè? Kijk eens. Ja, gewoon dat is echt ongelooflijk. Lekkere hamburgertjes. Het kost hier allemaal niks, jongens. Alles van 3 euro. Goedkoopste vakantie die je maar kan bedenken, die kun je meemaken hier zo in Benidorm. Verblijven zijn ook niet zo duur, maar daar komen we volgende week misschien eventjes op. Ik vond het echt noodzakelijk om jullie meenemen naar de markt. Want op de markt is je gulden en daalden waard, zei ze vroeger. Oftewel je euro 2 euro waard. Vers fruit. Laten we daar eens naar kijken. Dit is de markt. Het begint hier zo. Uitjes. 60 cent voor een kilo. 1,20 euro. Citroenetjes. 80 cent. Granaatappels. 80 centjes een kilo. 2,60 euro. Mandarijntjes. 2,50 euro voor 3 kilo. Wow. 2,50 euro voor een kilootje druiven. Je kan het zo gek niet bedenken. Banaantjes. 1,30 euro voor een kilootje. Alles wat je maar kan bedenken. En ja, echt geweldig hier. Hè? Kwalitatief, hartstikke goed. Om de havenklap kom ik hier wel eens naartoe en dan is ze ook even lekker proeven. Hè, van het fruit. Kijk eens, de bloemen. Prachtig om te zien. Je ziet het, hè, lieverds. En ja, ik heb filmmateriaal tekort. Maar dat komt vanzelf, komt dat helemaal op zijn pootjes terecht. Dus kijk, ook dat hebben we hier zo. Een beker. Bebidas Frias Cold Drinks, hè? Oftewel Fressa. 1 euro of 2 euro. Slush puppies, alles wat je maar kan bedenken. Je kunt het gek niet bedenken, jongens. Kleding, schoenen. Echt waar, als je iets nodig hebt, ga gewoon naar Benidorm toe. Ga daar eens op vakantie. Ik zweer het je, je komt met een koffer extra. Kom je thuis vanuit Spanje. Oeh, die had ik nog niet gezien, de kevertjes. Die zijn gaaf. Die. Dat is een taxi, hè? Geweldig. Kijk. Gewoon bevroren. Allemaal bevroren. 1 eurotje. Bloemkolen. Kijk, de tomaatjes zijn hier af en toe ietsjes groter. Niet op letten. Het is allemaal groter hier. Ach, en hier gaan we eventjes brood halen. Ongeveer het lekkerste brood van Benidorm hebben ze hier. Vind ik en hij. Dus dat is zalig hier, zo. Moet je gaan kijken, mensen. Kroeshoutjes. Allemaal vers. Zalig. Dat is perfecto. Mira. Hé? Is dat perfecto? Todo perfecto. Hé, pan. Dat noemen we stokbrood. Is pan. Pan, pan. Pan, hè? Sí. Muy rico. Sí. Oh. Rico, rico, rico. Ah, mi gusta, hè. Gusta mucho. Hey, schatje, gaan we hier zo wat inslaan lekker, hè, van vandaag, hè? Hé, hey, kleine druif, vind je dat ook zo lekker? Hé? Xenia. En Sora, hè?
Pan, hè? Sowieso pan, hè? Pan, hè? Hey. Hallo, zeg eens hoi. Hola. Ja. Goed zo. Ik loop er even langs, hè. Stoot op Jen, hè. Stoot op Jen. Mira. Ja, dat hebben ze in Nederland niet, jongens. Van allerlei vorm, hè. Kijk. Zo lekker allemaal. Zo lekker. Kijk dan, kijk dan. Oh, dit is het paradijs. Het paradijs, het paradijs. Het is helemaal lekker. Fijn. Nog een klein stukje voor de fans. Ja, nou, we hebben... Lieve schatten, die hebben we maar meegenomen. Daar hadden we zin in. Dus, ja, als je op de markt komt, moet je hier zeker eten. Ja, dit is geweldig. Dat is hier vers, is hier lekker. En gezellig, en gezellig. Zo, we gaan er ondertussen. Hallo! Taluego! Ja, Taluego is hier zo tot ziens. Dus, hola, dus hoi en Taluego. Tot ziens, oftewel hasta luego. Kijk, en wat ik hier zo vond, joh. Drop, ze hebben Nederlandse drop, zouten drop. Geweldig! En mooie vrouwen. En lelijke vrouwen heb je ook. Maar hier zo, allemaal noten. Die hebben we ook net gehaald. Goeros, churros, moet je eigenlijk zeggen. Kijk, churros. En die hebben ze in het groot en in het klein. Dus bien, hè? Tot op bien, hè? Si, dat is de Parmi fans, Hollanda, Belgica. Bien. Si. Flowers. Todo bien. Look, mini shoes. Todo. En heel veel groenten. De markt is eigenlijk te groot om alles te laten zien, mensen. Maar echt, ze hebben hier kruiden. Als je het nodig hebt, alles kun je hier vinden. Alles. Het is gewoon helemaal geweldig. Leden, ah, schatje. Ja, mijn ananas, die moet ik hier... hier zo, pak ik die meestal. Ja, hier, ja, hier pak bijna altijd mijn groen, maar ik weet niet of ze ananas op staan. Ananas, ananas, no ananas. No ananas. No ananas. Dan gaan we in de winkel, we moeten er ook nog naartoe nu. Goed, we gaan nu even de markt verlaten, ik moet nog naar de winkel toe. Hier heb je natuurlijk allemaal terrasjes. Je ziet, het loopt door, jongens. Het is te veel om op te noemen. Nog een klein overzichtje zal ik jullie geven. En dan lopen we even langs mijn vrienden, collega-artiesten. Ja. Even langs mijn collega-artiesten maatjes, die ik al vaak genoeg heb gesproken. Hier zo elk, die is enkel maar op woensdag en op zondag open hier zo, omdat dat markt is. Voor de rest niet. Kijk, en allemaal kijken, hè, mensen. Maar ik mis er een. Ja, zie je. Of als je deze... Ah, daar is hij, hoor, de man, hoor. Zo onze vriend, hè. Ik heb er al 4 cd's van. Dus ja. Wel. En die kunnen spelen, hoor, die mannen. Echt waar. Ik heb het geprobeerd op de panfluit. Ik krijg het bijna niet gelegen geluid uit. Thank you.
cd's willen, lieve schatten, laat het me weten. Dan stuur ik ze naar jullie op. Na betaling komt het helemaal goed. Maar we moeten helaas weer verder. We hebben eventjes ooit tegen onze maat.